Ik ga namelijk voor het eerst een podcast gaan doen. Ja, ja, zeker en vast. Het ding is ook, ik ben sterker. Goedemorgen iedereen, super natuurlijk. Kijk, net is een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Loor en ik sta hier voor mij uit. Mijn stem viel even weg, want ik ben nog niet helemaal genezen, maar het is wel al een pak beter. Dat ik voor het eerst terug ga gaan lopen in super lange tijd. Het weer is mooi, het is zo aan het regenen, daarnet was het wel harder. Maar ik ga even rustig gaan lopen, want om 10 uur, dat is over 50 minuten, moet ik al op mijn stageplek zijn om een paar dingen te gaan overlopen. Dus ik moet me eigenlijk haasten. Een half uurtje rustig lopen, douchen en dan direct in de auto naar mijn stageplek. En dan gaan we daar even een paar dingen aan overlopen. Maar nu eerst even rustig gaan lopen. Het is de enige moment vandaag dat ik kan gaan sporten, want daarna kom ik terug naar hier en moet ik mij al klaarmaken om naar school te gaan. En dan, daarna ben ik eigenlijk een hele avond weg en ben ik pas laat terug thuis. Dus fijn dat jullie er zijn. Vergeet even niet te liken, vergeet even niet te abonneren. We gaan er vandaag weer knallen en een goede dag tegemoet gaan. Dus let's fucking go. Jezus, dames en heren, wat een drukke planning. Ongelooflijk. Net van mijn stageplek gekomen om te overlopen welke frameworks we gaan gebruiken. Nu kunnen ze zelf een beetje gaan foefelen. Een keer aan testen wat dat hun ligt. En dan vanaf dat ze feedback hebben, kan ik beginnen met programmeren. Ik moet nog een paar dingen noteren in mijn bachelorproefdocumentje. En dan kan ik ook al beginnen met het design en zo. Want de deadline ligt daarvoor eigenlijk deze week. Maar omdat ik ziek ben geweest, verschuif ik alles met een paar dagen. En dan hoop ik uiteindelijk wat in te halen. Maar goed, we gaan ons best doen. Ik ga nu naar huis en dan wat achter de pc werken voor mijn bachelorproef. En dan naar school gaan vanmiddag en dan vanavond weg. Dus het gaat een drukke dag nog worden, maar een leuke dag. Het lopen is goed gegaan. Ik moet zeggen, ik had gelijk niet superveel energie. Of dat was door hetgene wat ik had gegeten, maar ik denk niet. Ik denk gewoon dat was omdat ik een week niet heb gesport. Dat het zo wel even lastig was om erin te komen. Maar ja, ik merk dat ik wel nog een beetje hoest en last heb van mijn dinges. Maar ik heb gewoon rustig gaan lopen, niet overdaan. Dus dat viel op zich wel mee. En ik hoop dat we eindelijk een keer gewoon rustig kunnen beginnen opbouwen. Want het weer ziet er op zich vandaag wel ook gewoon weer mooi uit. Een mooie blauwe lucht. Dus ik ga nu naar huis en dan check ik jullie. Zo, als ik thuis aankom. Let's go. Oké, het is een beetje donker, maar ik sta helemaal achteraan in de parking. Ik heb net les gehad. En ik ga dus vandaag voor het eerst iets gaan doen wat ik eigenlijk nog nooit heb gedaan. Ik heb hier wel nog even een koekje mee en een drankje. Je gaat het waarschijnlijk toch al in de titel of in de thumbnail gezien hebben. Dus ik kan het maar beter zeggen, denk ik dan. Ik ga namelijk voor het eerst een podcast gaan doen. Ja, ja, zeker en vast. Ik heb een beetje contact gehad met Cedric van The Creators Podcast. Super interessante podcast. En dat gaat over content creators en hoe dat ze content maken. Een beetje achter de schermen, wat informatie. Ja, gewoon heel boeiende gesprekken en met heel interessante mensen. Cedric heeft gevraagd of ik een keer met hem wil gaan praten. Dus dat gaan we dan natuurlijk gaan doen. Het is wel een eindje rijden, dus ik ga er direct nu om naar mijn school. En dan zou ik zeggen, ik zie jullie zo als ik bij Cedric ben. Let's go! Cedric is even de licht aan het aansteken. Wauw! Zodat jullie dames en heren de beste belichting hebben ooit. Wauw. Het is wit. Wacht, nee, ik kan alle kleuren doen, hè. Oh jong, paars en al. Dat is hier high-tech, hè. Equipment in het appartement. In de Creators Podcast Studio. Oh ja, sorry, excuseer. Nee, het is stiekem ook wel gewoon mijn appartement. De Creators Podcast Studio. Nee, ik denk dat is. Ja, wauw, ziet er zo fantastisch uit. Voilà. Dames en heren, wat een mooi appartement is dit. Wauw, dat heb je echt goed gefixt. Dankjewel. Cedric, super gastvrij met een beetje water, een theetje en al hebben we gekregen. Dus dames en heren, als je uitgenodigd wordt voor de Creators Podcast, insane. Perfect. Alles op en eraan. Ja, inderdaad. We hebben een mooie piano qua inrichting. Cedric heeft verteld in de podcast dat je al... Hoe lang? Ik speel sinds mijn 12e. Ah, moet piano. Ik spelen? Of? Nee. Ja. Het mag, hè? Het kan, hè? We zullen eerst ik zal eerst anders even uitleggen en dan kun je even spelen, een stukje. Dus... Sinds je 12e speelt je al piano, hè? Sinds mijn 12e, ja. Als je nog meer informatie wilt, de Creators Podcast, die staat waarschijnlijk al online, want die gaat voor ons morgen online komen. Als Cedric zijn werk doet, toch tenminste. En dan zal ik even een linkje in de beschrijving zetten voor de mensen die geïnteresseerd zijn. En als je een beetje zoekt van, wilt weten waarom dat gesteld ben met YouTube, zo van die dingen, wat dan misschien de mensen die al lang kijken misschien al weten, maar voor het geval dat je iets nieuws wilt leren, even een linkje in de beschrijving checken van... Cedric zijn podcast, dan ga je misschien 10 extra luisteraars hebben. Oh, fantastisch. Nee. Maar dit is echt een mooie camera. Deze staat dan op de persoon die de podcast met je opneemt. Ja.
Dan hebben we hier de microfoontjes. Gaat je die even pluggen, want dan kan ik die ook even opzoeken voor mijn voiceovers, want die klinken echt goed. Oké, dat zijn de PreSonus. Die zijn, ik denk, 170 euro het stuk. Oeh. Ja, dat valt mee. Dat valt mee in vergelijking met die Shure. Die zijn 400 toch, bijna? Je hebt ook nog de pot van Rode zelf. Ja? Maar ik vond die minder goed klinken. Ah, de potmic. Ja, ja, de USB. Ja, ik was aan het kijken naar de USB-C-versie. Ik weet niet of je die niet hebt getest. Niet doen. Oei. Je moet echt iets met XLR hebben. Chance, maar die heeft XLR, hè? Heeft die XLR? Ja, je kunt USB-C en XLR. Ja, maar ik zou... Dat ding is echt de max. Ja? De Rodecaster, de Duo, kost ook... Ik denk dat heel de set... Ik denk 800 euro heeft gekost. Of zo. Maar is dat niet een beetje overkill voor voiceovers? Voor voiceovers? Ja. Dat is een overkill. Okay. Of hij doet een keer een voiceover bij een wedstrijd. Gaan we een gigantische setup met twee mics en een roadcast. Oké, het is dus echt gewoon... Ja. Okay. Ik ga niet echt een podcast direct starten. Voor voiceover? iPhone? Ja, ik heb een Android. Ah, ja. Vanaf de iPhone 14, als je die microfoon gebruikt, is echt ziek goed voor in welke voiceover. Dat is echt belachelijk goed. Je kunt dat enhancen. Er is een... Adobe. Nice. Ja, maar die heb ik gebruikt al. Oké, en? In mijn marathonvideo heb ik een en AI. Ça va? Want er is veel omgevingsgeluid dan? Nee, ik heb wel een... Het is een voice-over, hè, dat ik heb gedaan. Ja. Allee, of niet echt een voice-over, maar ik heb zo'n talking head video gemaakt. Dus ik heb zo mijn camera gezet en dan zat ik daar bijvoorbeeld op een stoel. Ah, ja, en dan heb ik gepraat. Oké. Op zich was ça va, maar soms hoort je wel dat AI is. Ja, maar die dingen gaan echt allemaal beter en beter worden. Inderdaad. Maar uiteindelijk, ja... De audio was wel een pak beter dan met mijn telefoontje op te nemen. Maar in elk geval, als je puur een mic, dan moet je echt geen super vette mic kopen. Voor, denk je? Of een daspeld microfoontje of zo? Het hangt ervan af waar dat je het precies wilt gebruiken. Wil je on the go echt je audio beter opnemen? Of zeg je van nee, ik wil ergens gaan mijn eigen neerzetten en iets inspreken? Want je eigen neerzetten en iets inspreken is waarschijnlijk intiemer of zo. Of ga je op een andere manier iets willen inspreken. Goede vraag. Want soms wil ik wel zo'n coole shots maken. Bijvoorbeeld dat ik mijn camera iets daar zet of zo. En dat ik hier dan iets aan het doen ben. En dat ik dan mezelf film van zo'n afstand. Rode heeft heel goede draadlozen, hè? Ja, dat heb ik ook gehoord. Ja. En die kun jij van boven in je hot shoes schuiven. Dames en heren, we gaan misschien nog een echte content creator worden. Ja, zeker en vast. Maar je hebt dan een Sony, zie ik. Ja, ZV-E10 met een Tamron lens. Tamron, heel lang meegeschoten. Ja? Heel lang. Super content van. Dat werkt echt goed. Budget-wise echt zot goed. Ja, en in vergelijking met de Sony, want de Sony die was... Dit is wel APS-C, heet dat. Dus dat kropt 1,5 keer. Ja. Dus dat is een 1120, dus een 16 normaal fullframe. In vergelijking met de Sony lens zelf, die had een F4... Ja, deze heeft F2.8. Ja, dus dat is wel een gigantisch verschil. De max. Ik heb daar jaren mee gewerkt met die lenzen. Echt mega. Ja. Dan ben ik overgeschakeld naar... Sigma, ja. Met de... Welke is dat? FX? Of FX3. Een... Wauw. FX3, ja. Dat is echt zo'n mooie kwaliteit. Ah, imagine vloggen met een FX3. Echt niet handig. Nee. Is het zwaar? Maar ja, misschien met heel die rig. Wacht. Ja, die rig. Dit moet je zo... Dit is, want ik film ook alles verticaal. Smalrig heeft echt de hele industrie. Ja, dat is niet normaal. Dat is echt een monopolie. Als je accessoires zoekt voor een camera, voor de mensen die het niet weten, is er één merk. Bijvoorbeeld zo'n hoesje rond mijn camera. Dat is van Smalrig. Hier ook, Smalrig. Alles is Smalrig in de camerawereld. Oké, dit moet er nu even wel bij pakken. Maar bo, ik zou zeggen, pak hem even vast. Ça va nog of wat? Het is een lombere bak, hè. Het ding is ook, ik ben sterker. Wat gaan we nu zeggen? Ik vind dat eigenlijk nog best meevallen. Ja? Allee, deze is wel natuurlijk zwaarder, maar het verschil valt nog mee. Moet je testen, hè? Ja? Ah ja, oké. Toch? Dat valt echt goed mee. Het valt echt heel goed mee. Deze weegt wel wat meer door. Ja. Ik denk misschien, als je lang echt aan het vloggen bent en lang vasthoudt in je hand, dat... Ja. In elk geval, beste camera ooit, denk ik. En ik heb die in 2021 gekocht, toen dat die zo net op de markt was.
En nu nog altijd, als ik nu nog beelden edit en die 10-bit kleuren, ja. Zo goed. Maar de nieuwe ZV-E1 heeft dat ook, hè. En dat is ook APS-C. Dus dat lijkt mij ook wel compact, maar ook wel 10-bit. Dat moeten echt hebben. Belangrijk zijn die kleuren, hè. Die 10-bit kleuren. Het ding is, dames en heren, het budget is nog niet zo hoog. Nee, maar dat komt allemaal wel. Dus, ja, Cedric, ik zou zeggen, speel maar een mooi liedje. Ja. Dat nog. Maar we gaan het niet te lang maken, dames en heren, want het begint al donker te worden en ik moet nog naar huis, dus. Maar dat hoor ik graag. Piano. Piano. Ja. Ik kan iets zot spelen, ik kan iets minder zot spelen. Ik denk echt niet dat ik het verschil ga horen tussen zot of wel zot. Niet zot of... Ja, je hebt trage dingen, je hebt snelle dingen. We zullen voor iets snel gaan. Ja. Het is een elektronisch nummer van Goos. What the fuck? En in de podcast zei je dat hij niet vlot speelde. Wat? Ik heb veel vlotter gespeeld. Holy shit, dat is wel echt nice. Ik snap dat dat wel relaxing kan zijn. Ja, super relaxing. Wauw. Ja. Wow, ik ben echt overweldigd vandaag. Maar de podcast was super nice, zoals ik zei, linkje in de beschrijving. En dan zou ik zeggen, enjoy de podcast. En dan gaan we nu lekker richting huis. Thanks, Cedric. Jokes. Dames en heren, ik ben eindelijk aangekomen en ik ga nu genieten van mijn bedje. Super drukke dag gehad, super veel gedaan. Ik voel me wel echt voldaan, want ik ben productief geweest. Ik hoop dat de podcast goed is gegaan. Ik hoop dat het er goed uit gaat komen. En ik hoop dat ik misschien toch wel wat mensen kan inspireren. En als er nieuwe mensen zijn die via de podcast van Cedric zijn komen, nice, fijn dat jullie er zijn. En dan ga ik... lekker in mijn bedje gaan en dan ga ik genieten van mijn avondrust. Mijn keel doet wel pijn nog. Van al dat babbelen. Ik baal een beetje dat ik ibuprofen heb vergeten thuis. Dus ik ga even kijken of hier bij Nolan er nog ibuprofen is. En dan zie ik jullie in een gloednieuwe vlog morgen. Hopelijk om 6 uur. En zoals ik altijd zeg. Ciao. Wacht. Ciao. Kus.